Hallo dames en heren, welkom terug bij Lol Disney Crap aflevering 36 als ik het goed heb. Facecam is terug, we gaan er helemaal terug aan beginnen. Normaal moest vorige week ook een aflevering online komen, maar er was iets mis met de opnames en ja, ik kon het dus helaas niet uploaden. Vandaag gaan we dus weer Disneycraft bezoeken. We lopen door de Injang. Ons ticket is met succes gescand. Waar zit mijn ticket? Dit is mijn parkeerticket en dit is mijn showticket. Dit is mijn ticket. Goed, dit is dus het gastenservice lokaaltje. Aan de andere kant is een toilet bijgebouwd door Leroy. Wie is nu online? Alleen Rens van de crew. Laten wij eens wat gaan doen. Ik zie dat de Wally open is. Waarom gaan we gewoon niet naar de Wally? En daar is Rens toevallig. We gaan naar de Wally. Rens. Kom. Mie, oh, wat ben ik? Oh, de kind. Oh, laat maar. Oh, jammer. Maar oké. De Wally is dus in de studios gelegen. Vroeger stond hij ook in de studios, maar bij het pleintje van de Wrecked Wall. Daar stond hij vroeger. Nu staat hij echt in het studio gedeelte, in het nieuwe studio gedeelte achter de Toy Story. Daar staat de Wally dus nu. Het is een dark ride nog altijd. Er is muziek bij, maar jullie weten al dat het copyright kan ik het helaas niet laten horen. Ik kan uiteraard mijn claims gaan aanvragen. Dat kan ik misschien wel eens naar kijken in de toekomst. Claims aan te vragen voor deze, voor de muziek toch te gebruiken van de attracties en zo. We gaan nu een stukje door de ruimte heen. Er komt nog allemaal sneeuw op. Ja, particles zijn het. Heel eens gezegd. We gaan dus door de ruimte heen. Soms hang je een beetje vast, maar dat maakt niet uit. Het gaat beter om de vorige keer. Ja. De Wally. We gaan dus in de... Oh, er gaan zelfs de deur open. Wow. Ik wil wel proberen ook voor de volgende afleveringen met gasten te gaan werken. En dan probeer ik dus ook iedere week met een gast te gaan lopen door het park. En een beetje kijken wat zijn of haar verhaal is in Disneycraft. Ik zie hier allemaal stiefwoordjes, dat kan waarschijnlijk niet. Het is misschien een foutje. Er gaan lampjes aan en uit. Ja, we gaan nu. Daar is een ander karretje met. Wie zit daarin? Anna en... Wie is die andere? Even kijken in de tab. Er staat deze Only. Achteraan. Jasper Only. Die zit daarin. Goed. We gaan over een brug. Ik heb de film Wally nooit gezien. Dus ik weet niet. Ik ken de scènes allemaal niet. Ik heb wel een aantal Disney films gezien. Maar niet alles. Ik heb... wat heb ik gezien? Cars. Dat is een attractie van Cars. Ik ben zelf ook wel nog nooit in Disneyland geweest. Dat ook. Wil ik daar ook naartoe gaan? Ja. Maar wanneer, dat weet ik niet. Ik wil er wel ooit naartoe gaan. Ik denk dat de kamer het geschreven staat. Dat trekt niet zo. Mijn excuus is wel ook als je wat vaak scherp zelf, aangezien het de losse camera is waar ik dus ook af en toe mee vlog en shit. Dat is gewoon, ja. Dat is het nu helemaal, ik kan er niks aan doen. Daar is het andere kaartje. We gaan dus nu door een scène in het ruimteschip. Dat heb ik wel al door iemand doorgezegd dat het een scène is met een ruimteschip. Het zijn allemaal stiefhoofdjes. Volgens mij hebben die mensen allemaal hun naam veranderd. Ze zijn allemaal stiefhoofdjes. Dat is gewoon, ja, heel erg stom. We zitten dus nu in de cockpit van het ruimteschip. Samen met iemand die hier gewoon AFK zit. Leuk. Dus wij, ja, hij zit gewoon aan AFK. Hij beweegt gewoon niet. Goed, waarschijnlijk gaat hij nu weer lampjes flikkeren. Nee, toch niet. We gaan met de platje sneller. Oh. We gaan weer door de dingen. Oh. Oh. Speed. En we zijn aan het einde. Daar staat Rens nog altijd. We zijn ten einde van de Wally, dames en heren. Ja, hallo Anna. Lachen, hallo. Goed, we zijn ten einde van de Wally. Ik wil heel even... Oh, ja. Zo, dames en heren, we zijn weer terug. Ik wil kijken of er achievements erbij komen. Nee, in dit geval. Rens staat hier allemaal Noblox neer, maar dat weet... Ja, hij... Sorry, mijn broertje zit me te ambiteren. Ik kon eigenlijk weinig klank uit. Maar het is ook op stone. Krijg je een andere... Krijg je een andere toon. Oké, wat ik nog wel even wil zeggen. Deze, is het deze week?
Ja, deze nu komt. Komt er een extra video online, dames en heren. Aangezien ik donderdag 24 september een jaar ben op Disneycraft. Wie is hier nog? Selina en Anna. Oké, dat zijn dus twee. Ja, ze hebben allemaal een beetje dezelfde skin, alleen andere kleurtjes. Ik weet ook waarom. Ze hebben allemaal samen met, hoeveel zijn ze, een aantal meisjes. Want ja, eigenlijk de meeste meisjes die van Disneycraft komen. De VIPs hebben een kanaaltje samen, Only Girl Gaming. En zijn nog niet begonnen, ze gaan wel beginnen in het binnenkort. Maar goed, dat zijn dus Anna en Selina en Rens. Waar gaan we nu heen? We zijn dus nu in de studio's. Hier zijn wij eigenlijk nog niet veel geweest. Buiten in de special die ik heb opgenomen, ben ik misschien wel even hier geweest. Maar zo'n aflevering ben ik nog zelden ben ik hier geweest. Wat is hier? Dit pad ken ik niet. Waar loopt dit pad naartoe? Oké, we volgen dit pad. En we komen hier uit bij de Disney Swing. Of hoe heet deze attractie eigenlijk? Ja, ik noem het de Disney Swing. Omdat ik in de creative heb ik hem ook staan. En daar heet die bij mij dus de Disney Swing. Wat we hier waar ook hebben is. We kunnen hier normaal gezien niet ver lopen. Want hier zitten we in de boven. Of tegen de boven. Op. Zit er in of? Dit is de ingang, denk ik. Maar ik heb echt hier een schaap. Want die zit daar. Ik heb geen idee hoe die attractie is. Waar we nu zijn is bij de Wreck-It Ralph. Ja, de Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph, what the fuck? De Ratatouille. Ik ben helemaal in de war. De Ratatouille, een van de grotere attracties. Dit is de It's a Small World, is een onderhoud. Ik laat het eventjes zien hoe het eruit ziet. Wordt gemaakt door meerdere mensen. Het wordt dus een compleet nieuwe attractie. Je ziet dat hij helemaal wordt heropgeknapt. Het ziet er al mooi uit. Maar het is niet af. Hier komt een nieuw sprookje. En de naam vergeten. Hier staan twee achievements. Omdat die hier ergens verstopt waren. Hier stond vroeger het kasteel van Doren Roosje. Hebben ze dus helemaal weggehaald. En nu is hier een nieuw kasteel in de bouw. Door Krule. Dat is ook nog lang niet af. Nog veel werk aan. Dit is van de... Toontown was het niet. Nee, dat is van de Alice. Zo, dat is van Alice. Dan hebben we hier de Hollywood Tower Hotel. Tower of Terror. Hier is de Wreck-It Ralph. Ik zag onlangs ook op Instagram van Disneycraft een oude foto van de Wreck-It. Ik dacht van, oh joh, dat is echt grappig. Dan hebben we de Kabouterrit. Dat is ook al een tijdje in onderhoud. Hier wordt een nieuw sprookje gebouwd. Daar de chunks laten niet. Het is allemaal leger binnen. Ja, iets nieuws komt hier. Dit is de nieuwe Kabouterrit. Ik zal er heel even snel overheen vliegen. Ik kan het niet weer laten zien. Wat hebben we nog? Hier staat een nieuw sprookje. Ja. Het is aangepast. Het is honden neer door Maciërs. Er staat een puppietje bij. Of een, ja, er staat een nieuwe hond bij. En Cruella de Vil staat erbij. Is gemaakt door Rick. Heel erg mooi. We hebben hier een bungalowpark. De Cars. Staat hier al een tijdje uiteraard. De toren van Rapunzel even makeover gekregen. Dit is de ingang van het sprookjesbos. Er was nog een toren die makeover misschien ging krijgen. Maar dat moest Rick nog aanvragen. En dat is die toren. Deze toren wil Rick nog veranderen. Maar ja, er was toch geen bevestiging van gekregen, denk ik. Dit is het spookhuis. De speeltuin. Er zit een tent op. Dit is van de Stone Slider. Ik kijk gewoon even naar de hub. We kijken. Moest er nog wat open zijn, dan gaan we daar eventjes in. De Rivercraft is altijd open. De Donutmijn en de Disney Plaza. Voor de rest zijn er geen attracties open. Jawel, de Black Pearl. Maar daar heb ik niet echt veel zin in om een schommelschip te gaan zitten. Niet dat het een saaie attractie is, maar daar heb ik nu eigenlijk gewoon geen zin in. Klaar. Goed, meer updates weet ik eigenlijk niet. Ja, het VIP-huis heeft natuurlijk, het crewhuis heeft natuurlijk de twee nieuwe crewleden erbij. Even overlopen wie we allemaal hebben. We hebben Rens als manager thematisering. We hebben Irma's hoofdarchitectuur. Mick gastservice. Jeffrey hoofdthematisatie. Pieter hoofdtechniek. Kevin hoofddesign. Leroy directeur parkzaken. Roby is directrice design. Vincent is de algemeen directeur. Dio is directeur serverzaken. Wessel is hoofd van de webzaken. Rick is manager architectuur. Tim is van de gastenservice. Robin is de hoofdontwikkelaar. Hessel is van de gastenservice. Bram is van de gastenservice. En Martijn is van het design. Dat zijn alle crewleden. Hessel en Rick zijn de nieuwste twee. Die aan het team zich hebben toegevoegd. En het zijn twee leuke crewleden uiteraard. Ja, ik ken Hessel ken ik al langer. Toen hij nog fit was zelfs. En toen hij bezoeker was. En nu is hij groen.
En ja, bij mij wil ik het ook doen. Ik ben bezoeker geweest. Ik ben nu VIP. Het volgende wat ik wil proberen is crew te worden. Als me dat ooit lukt, I don't know. Ja, dat zullen we wel zien. Wat is er nog nieuw? Ik weet het allemaal niet. Voor de rest weet ik eigenlijk niet iets nieuws. Ik zie hier Anna lopen we naar de Disney Tour. Gaat Anna de Disney Tour openen? Oké, wij gaan afsluiten in de Disney Tour zou ik zeggen. Als ze open gaat gaan we in de Disney Tour. Oh, hij staat open. Oh, hij staat nog open. Oh. Oh. Ja, iemand heeft die laten openstaan. Dat vind ik niet kunnen. Iemand heeft de Disney Tour laten openstaan. Nou, ik ga gewoon de hele die wachtrij aflopen. Laat de kleine short. Kutpaar hier. Hup. Shortway. Korte weg. Daar is Brit. Ik denk dat Anna nu net weg is. Oh, ja. Wacht. Ik doe het wel even. Zo. Ik zal hem maar eventjes bedienen. Volgens mij gaan ze er allemaal in. Nee? Koelkast meneer. Gaat hij er nou in of gaat hij er nog niet in? Ga erin, alsjeblieft. Ga erin. Ja, hij gaat er niet in. Hij is geopend. Hij gaat niet in. Eindelijk. Oké, ik ga ook een rondje meelopen. Of meegaan in de Disney Tour. We gaan dit nog als laatste attractietje doen. Nee, Anna Bami. Anna is een Bami freak. Sorry, als je kijkt Anna, je bent een Bami freak. Goed, we gaan even kijken. We hebben hier Mickey Mouse bij een gebouwtje staan. Ik heb een mini kasteeltjes. Mijn geluid even wat zachter zetten. We gaan best snel. We hebben hier Winnie de Pooh. Dus een mini Main Street denk ik dat ik moet voorstellen. Dan hebben we hier Monsters en Co. Dat is natuurlijk Mike Wazowski. Met de verschrikkers uiteraard. Wat hebben we hier dan nog? De volgende scène is een scène met beertjes. Kroelbeer, beer staat daar. Hier staat iets. We hebben Green Boy, geen idee wat het is. Ik ken het niet. Is dat iemand voor me hier te spacen? Ja, dood, sorry. Waar gaan we nu heen? We gaan nog altijd door dezelfde scène heen. Hier staat een prinses. Hallo. Hier staat Sneeuwwitje. Hier staat een Steve. Die moet ik even melden ofzo. Wat hebben we hier? Dit sprook ik ken. Is het Peter Pan? Nee, dat is niet Peter Pan. Nee, ik dacht dat Peter Pan was. Dit ken ik eigenlijk niet. Dus ik probeer. Kill me. Peter Pan. Wat is dit? Nee, dit is Peter Pan. Nee, dit is Peter Pan. Niet. Oké, dit weet ik nog. Deze scène ken ik nog in mijn hoofd. Het is heel lang geleden dat ik deze attractie had. Maar hier was ik bij toen ze aan het bouwen waren. De magische trap. Of hoe heet het? Dit is dus de magische trap. Hier het vuurwerk. Die gaan raketten af zonder effect. Leuk. Maar dit was dus de magische trap. Nu zijn we boven. En nu gaan we hier ook een rondje maken. Met mensen die ik eigenlijk niet ken. Of ja, ik ken de karakters niet, sorry. Wie staat hier? Een blauwe vee, oké. Vee. Goed, we gaan weer naar onder. Dan komen we in de keuken en daar staat Dagobert. Ja, Dagobert, we betalen de stroom volgende maand al. Hij is altijd 20%. Hier staat Pluto. Wie hebben we hier nog? Ah, Irma's eieren hangen hier allemaal op. Ja. Kijk, ga je klikken. Dan gaan we alweer naar buiten, dames en heren. En dan zijn we aan het einde van de Disney Tour. En ook aan het einde van deze aflevering. Dat is zo'n stukje rijden. Vroeger was het een langer stukje rijden. Was het echt nog een soort klein achtbaanrijtje. Dat hebben ze allemaal dus ingekort. Nu zit het nog maar gewoon. Je gaat hier door, je gaat naar onder. En je bent klaar. Je gaat hier naar onder. Hier komen allemaal mensen staan. Hallo Brit. Hallo. Hallo. Hallo Brent. Hallo. Heeft ze skin ook veranderd? Ja, dan zijn we aan het einde. Ze zit nog in de attractie ook. Ja, dan zijn we ook weer aan het einde van deze aflevering gekomen. Die ik dadelijk lekker weer ga editen met veel plezier. Woensdag komt gewoon random video online. Donderdag komt een extra video online. Creëren van mijn 1 jaar van Disneycraft. En voor de rest blijft alles via het schema lopen uiteraard.
Dus dan komt vrijdag ook weer een update. Dan hebben jullie eigenlijk één extra video deze week. Is dat attractie nog open? Ah, ik kan hier niet door. Ah, dat is kut. Kan niet. Het kan niet. Red, sluit even de attractie. Want zij is nog binnen en ik kan dat... Ja, maar... Jammer dit. Ik denk dat hij nog open staat. Even kijken, want anders heb ik de scheid. Oh ja. Dat mag hij uiteraard niet. Ik mag niet dat jij staat nog open. Attractie, ja, nee. Jammer dit. Disney Tour. Dicht. En nu is hij dus dicht. Goed. Dan gaan we hierdoor. Wat is dit? Klein Main Streetje. Nieuwe winkeltjes die Hazel heeft aangepakt. Is de winkeltje ook wel terug klaar? Oh ja, dit is klaar. Dit is die shop die gesloten is. Boven is ook. Ja, het is wel mooi. Weebie. Ik denk dat we gewoon helemaal klaar zijn voor deze aflevering. We hebben weer een nieuw stukje weer herhaald van wat lang geleden attracties die nog lang geleden, vooral dit niet, heb ik al heel lang niet meer gedaan. De attractie die we ervoor hadden gedaan, dat was de Wally, had ik ook al een tijdje niet meer gedaan. Ik doe eigenlijk heel weinig attracties, omdat ik ze altijd open. Maar ik ga dus vanaf volgende week proberen met gasten te werken en dan ga ik uitleggen hoe dat in zijn werking gaat. Moesten er al mensen in die kijken zeggen van ja, ik wil meedoen, dat mag. Je moet wel Teamspeak hebben. En ja, het handige is als je fit bent op Teamspeak, kan ik ook in een privé lobby twee slot en dan kunnen we ongestoord een video opnemen. Anders moet ik het via Skype gaan doen, dat kan ook. Maar liefst via Teamspeak. Dus het mogen zowel bezoekers zijn als schoolleden, als VIPs. Dat maakt me allemaal geen zak uit. Schoolleden uiteraard de liefste, maar dat hangt ook van hun af. Ik ga het hun allemaal uiteraard vragen als ze zin hebben. En tijd uiteraard, anders doen we dat uiteraard niet. Ik wil dat natuurlijk hun niet verplichten. Ik dank jullie voor het kijken naar deze aflevering van Lol Disney Craft. Vond je dat leuk? Blauw duimpje omhoog, laten we gaan. Nee, ik ga niet met likes werken, want ik heb nog niet zoveel abonnees. Dat gaan we niet doen. Vergeet mij niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram. Alles staat in de beschrijving. En vergeet ook niet daarvoor te blijven kijken naar de outro. Hebben jullie alle namen ook tevoorschijn. Dames en heren, nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Later!